Maar die ligt nu op het bed met een heupoperatie midden achter de rug. Dus vandaar dat ik u welkom heet bij deze tentoonstelling Transportbedrijf van het Kruis 90 jaar. Allemaal hartelijk welkom. Wat zou uw vader, opa, overgrootvader of oprichter van het bedrijf
Jack van het Kruis hebben gedacht toen hij op 9 mei 1924 zijn bedrijfje startte. Ik denk niet dat hij gedacht heeft, ik ga een bedrijfje beginnen dat er over 90 jaar nog is. Nee, het had natuurlijk alles te maken met dat er brood op de plank moest komen. Voor het hele gezin. Als inwoner van Nieuwveen begin 20e eeuw iets wilde verdienen, was de keus beperkt. Je ging bij een boer werken, als boerendaghelder, of als meisje, dienstmeisje in de huishouding, of je ging voor een boer werken, maar dan als kleine zelfstandige. Vrijwel iedereen verdiende zijn brood binnen de grenzen van ons dorp, of de directe omgeving daarvan. De boeren, daar moest je het van hebben. In die tijd waren er in ons dorp heel wat kleine zelfstandigers. Winkeltjes, handelaren, maar ook veel transportbedrijfjes. Zoals Venne, Bonn volgens mij, Habermeel, De Balfurt, Verkerk, Blijleven en natuurlijk Van het Kruis. Hoewel ik niet precies weet hoe het in die beginjaren eraan toegegaan is, weet ik wel dat je alleen door hard werken als bedrijf kon overleven. Annie vertelde mij vorige week nog, jammer dat ze er niet is, dat het hard werken was altijd. Als we in de oogsttijd waren dagen van 5 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, geen uitzondering, en dan wel 10 weken lang. Jack van het Kruis trouwde met Hillegonda van den Berg. Wier ouders al een stukje grond met schuur hadden aan de oude Nieuwveense weg. Dat was natuurlijk mooi meegenomen. Ze gingen daar ook wonen. In het gezin kwamen 6 kinderen, 4 jongens en 2 meisjes. Gelukkig wilde er maar 1 van de jongens voor dominee studeren. De anderen werden allemaal chauffeur en werkten mee in het bedrijf. Alhoewel Annie ook haar bijdrage leverde door het bedienen van de weegbrug. Het bedrijf heeft na die beginjaren hoogtepunten en dieptepunten gekend. Vooral het ongeluk van Chris was een harde klap. Toch heeft het bedrijf alle moeilijkheden telkens weten te overwinnen. Terwijl andere bedrijven omvielen, hield het transportbedrijf van Kruis stand. Een bedrijf dat met zijn 18 kippers, 11 bulkopleggers en 2 stenenopleggers een begrip is in transportsector Nederland. En niet meer weg te denken is op Zeerenwegen. Iets dat tot stand is gekomen, denk ik, ook dankzij veel creativiteit. Inspelen op de markt, dat was het motto. Wagens werden regelmatig omgebouwd als er een ander vervoer weer lucratiever werd. En dan de afgelopen winter nog, ik sprak het pas met Marcel over. Er waren geen gladde wegen, er was dus geen vervoer van zout nodig op verkruisde Rotterdam. Maar toch bleven de wagens deze winter ook rollen. Tot slot nog, ik moet even een blaadje opslaan. Wat is het toch een passie, die liefde voor de vrachtwagen. Dat hebben wij gemerkt hier met de inrichting van de tentoonstelling. Het is werkelijk een soort virus wat al die chauffeurs heeft te pakken gekregen. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan kom je er volgens mij nooit meer van af. Dat hebben we bij het inrichten van deze tentoonstelling echt ervaren. Wat hebben jullie enthousiaste chauffeurs in dienst. Bevlogen mensen voor hun wagen en voor het bedrijf. Daar kun je trots op zijn. Van alle kanten is dat privéverzamelingen, materiaal aangeleverd, documenten aangeleverd, modelvrachtwagens aangeleverd. Het is werkelijk fantastisch wat hier binnengekomen is. En het moet gezegd, als we Jaco niet hadden gehad, dan was het toch wat miserige tentoonstelling geweest. Dus ik vind dat Jacob wel een bijzonder applaus. Ik wil het hierbij laten. Ik vind het fijn, meneer Van Kruis, dat u hier bent. En er nog mee mag maken. En dat u voor ons de tentoonstelling hebt geopend. En u heeft gezegd dat u ook nog wel wat wilt zeggen. En is dat toch zo steeds dat u zegt ja, van ik ook? Dat is zo'n bedoeling, ja. Nou, hartstikke leuk. Dan hou ik de mond en dan ga je maar naar u luisteren. En dank voor uw belangstelling en welkom bij deze expositie. Wij zijn hier aanwezig om de expositie over 90 jaar Jack van het Kruis te openen.
In 1924 startte de Kopisch van Kruis zijn eigen bedrijf met woonwerk in Hommel, Verhoorstro en Turfstroos. Na de Tweede Wereldoorlog richtte Jack van Kruis zich meer op het transport van bouwmaterialen en straatklinkers. En later kwam daarbij het seizoensgebonden vervoer van suikerbieten. De tweede generatie was al actief in het bedrijf, namelijk Jan, Chris en Cor van Kruis. Naast het transport was van Kruis ook nog actief in de handel van forage, wat hoofdzakelijk door Chris van Kruis werd gedaan. Na het noodlottige ongeval van Chris van Kruis werd de handel in forage afgestoten. En ging Jan van Kruis zich snel even toeleggen op het transport. De derde generatie was inmiddels actief in het bedrijf en ging zich meer toeleggen op het transport van veevoerde grondstoffen, regenzout en later in ferromateriaal. Hierdoor deed het bulktransport zijn intrede, middels tank- en shipwagens. Op dit moment bestaat het wagenpark uit 28 wagens, waarvan 2 stenenwagens, 10 silowagens en 16 kiepwagens. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden de afgelopen jaren hoop ik dat Jack van Kruis de 100 jaar volmaakt. Er zijn er van hoogst spullen bewaard geleverd van de afgelopen 90 jaar. En ik wens jullie veel plezier te beleven aan deze expeditie. Dank u wel. Ja, dat komt allemaal gedaan. Ja. Ik dank.